Ah ja, dan moet nog even drinken. Laat er even eentje over. Maar wat heb je gevonden? Ik ben heel met de kruising begonnen in heel ver geleden. En daarna, omdat ik namens mijn tijd moest ik toen er weer heen komen. Toen kwam ik weer bij de oude club terecht. Ik heb een aantal wel eens altijd een jaar gestort uit de afstand gewoond. En er was iemand die toevallig in Nederland met Duitse ouders had liggen. Ja, dan ga je overstag. En ik was een gewoon aan de hand van mij. En ik wil inderdaad zeggen, ik vind Duitse ouders vind ik wel heel aardig. En dat was nog een hele aardige hond, hoor. Daar had ik. Rooi of teven, wat ik had. Ik heb denk ik wel net zoveel reuën gehad als teven. Ja. Op het moment heb ik heb nu teven. Voor het eerst een reu in huis, maar ik vind het toch. Ik heb liever teven. En als ik waar werk je het liefst mee? Dan heb ik ook liever een teven. Ja. Maar dan moet je wel een goede teven hebben. Dat is. Ja, die van hier ook. Nee, dat is niet.
Het omkijken valt op zich wel mee. Ja, maar het is nou 3 jaar bij mijn training, maar die bevalt soms ook nog eens oude vraag.